Politiek commentator Wouter de Winter, we gaan het zo hebben over het tuinhuisjesakkoord tussen Ploemen en Klaver. Ook de formatie komt aan bod. Maar heb jij wel eens een kleuterklas moeten leiden? Nee. Nee, dat niet? Nee. Okje Tellegen die moest dat wel maandag bij het emancipatiedebat en ze haalde nogal uit naar Sylvana Simons. Voorzitter, ik wil graag een punt van orde maken. Wacht, zij heel even. Er is hier een Kamerlid mevrouw dat Simons, buiten de microfoon om mij probeert te intimideren. Ik wil daar graag een punt van... Ik geef u straks het woord, mevrouw Simons. Maar ik zou dit eerst even willen afronden. Het is toch een kleuterklas hier? Zegt u dat tegen mij? Dat zeg ik tegen iedereen inmiddels. Het opvoeden van mijn 4 kinderen thuis is makkelijker dan het leidinggeven aan deze vergadering. Dat begrijp ik heel goed. Nee, mevrouw Simons, u heeft niet het woord. U krijgt het woord. U spreekt via de voorzitter. Dan kunt u mij zo aankijken van mens, zak erin. Maar dat is hoe wij het hier doen. Dat is hoe we het hier al jaren doen. Ja, zo. Mens, zak erin. Nou. Ja. Het is een. Het is verdrietig dat dit allemaal gebeurt, natuurlijk. En je kan je ook afvragen of. Kleuterklas en 4 kinderen erbij halen. Of dat nou de meest effectieve manier is om in het parlement voor te zitten. Aan de andere kant, wat je ook ziet gebeuren in dit filmpje een heleboel dingen. Ook een heleboel dingen buiten de microfoon. Ja. En ook in aanloop naar dit moment waar wij niet onmiddellijk weet van hebben. Omdat wij, juist omdat de microfoon niet aanstaat, ook niet alles kunnen horen. Maar er is kennelijk het een en ander gezegd buiten de microfoon om... tegen Sylvana Simons, die dat niet pikt en daar aandacht voor wil vragen. Alleen op het moment dat ze dat doet, heeft Okje Tellegen als voorzitter nog wat andere dingen ook te doen. Omdat andere mensen ook het woord willen of het woord aan het voeren zijn. En zij probeert dat gestructureerd vorm te geven. Waardoor er op een gegeven moment een soort clash ontstaat tussen Tellegen en Sylvana Simons. Waarvan je kan afvragen van ja, was dat nou... per se nodig als Simons even had gewacht tot ze het woord had gekregen. En dan had kunnen duidelijk maken wat er volgens haar allemaal niet in de haak was. Maar het verzanden in een cacofonie, vooral buiten de microfoon... van iemand die het woord pakt, namelijk Sylvana Simons... terwijl ze het zou moeten krijgen en dan alle ruimte krijgt om haar punt te maken. En je ziet, en ik vermoed ook dat het een beetje ook een optelsom is... van dit debat, maar ook van andere debatten... dat in de Tweede Kamer een cultuur is ontstaan langzamerhand... dat het niet zoveel uitmaakt of je het woord krijgt... maar dat je gewoon wat roept en wat gilt op het moment dat het jou uitkomt. En nou ja, dat hoort af en toe... bij emoties in debatten. Er gebeuren vaker dingen buiten de microfoon om. Maar je moet die orde wel bewaken. Want anders wordt het inderdaad een rommeltje. En dat is het gisteren evident geworden. Ja, want inderdaad zei Okje Tellegen ook buiten dit fragment van... ja, u denkt de hele tijd dat u maar het woord kunt nemen... en te pas en te onpas van alles kunt zeggen. Met al die fracties die je hebt, ook die kleine fracties... Caroline van der Plas bijvoorbeeld, die speelde ook een rol hierin... krijg je dat natuurlijk wel, hè? Het is inderdaad een cacofonie bijna. Ja, maar je kan nog steeds, en het is af en toe gewoon lastig... want iedereen die hoort, zeker kennelijk in dit debat... waar de emoties hoog oplopen, heeft het gevoel van... mijn punt is eigenlijk belangrijker dan het punt van een ander... En daardoor mag ik wel wat zeggen. Maar dit ging gewoon op het punt dat een voorzitter gaat over de orde in het debat... en ook mensen het woord geeft. En dat is iets anders dan het woord pakken. En omdat je de microfoon maar aandrukt en maar wat roept. Dus dat is uiteindelijk toch niet zo'n beste beurt van de Tweede Kamer. Ik moet je overigens wel zeggen... Ik zat gisteren nog even de hoogtepunten van het debat over de begroting van landbouw terug te kijken wat vorige week was. Dat werd door PVV-Kamerlid Martin Bosma voorgezeten. En die deed dat met zoveel humor en verve, dat eigenlijk je daardoor ook natuurlijk gezag afdwingt. Ja, waardoor hij, en zo kan het dus ook. Dus je kan met de stok tegenaan gaan en iedereen als een stelletje kleuters omschrijven. Of je kan met een vilijn grapje of af en toe wat zelfrelativering of een kleine stoute opmerking. Ja. Soms ook wel zo'n debat in goede banen. Ja. Maar je ziet dat op de positie van de voorzitter momenteel heel veel druk staat. Of het nou Bergkamp is of haar vervangers. Want ook je telegraaf leidde natuurlijk ook het debat toen met Pepijn van Houwelingen en Sjoerd Sjoerdsma. Wat natuurlijk ontspoorde, zou je kunnen zeggen, de tribunalen. Laten we even doorgaan naar het tuinhuisje van Lilianne Ploemen. Ja. Want daar is een akkoord gesmeed met Jesse Klaver. Ja, het zijn geloof ik 15 punten, hè, thema's. We laten een schone en leefbare planeet achter voor onze kinderen. Alle werkenden verdienen waardering, een fatsoenlijk salaris en bescherming tegen ziekte of pech. Nou. Ja. Nou, het is eigenlijk gewoon een soort samensmelting van twee verkiezingsprogramma's. Verkiezingsprogramma's
die blinken ook vaak uit in mooie ideaalbeelden van het zou zo moeten zijn en iedereen verdient dat. In de praktijk blijkt het een stuk weer barstiger. En als je gaat zeggen iedereen verdient een dak boven zijn hoofd en we vinden het belangrijk dat de inkomensverschillen verkleind worden of zelfs een passage dat ieder kind toch recht moet hebben op leuke Sinterklaas cadeautjes. Dat je denkt, ja, wie is er eigenlijk mee oneens? Die Sinterklaas cadeautjes. Kennelijk, ja, het is natuurlijk in aanloop naar Sinterklaas geschreven in het tuinhuisje of zo. Nou ja, het is toch allemaal wel een keuze uit armoede. Hè. We zagen ze samen optrekken tijdens de formatiebesprekingen. Nou, dat is een fiasco geworden uiteindelijk. Ze zijn niet in de regering terechtgekomen, hebben niet meegedaan aan de formatiebesprekingen. En vooral voor Jesse Klaver natuurlijk een groot drama, omdat het de tweede keer is dat zijn partij niet mee mag doen, terwijl het wel voor het grijpen lag. Dus, we hoorden de afgelopen weken ook niks meer van hem. En je vroeg je af, is hij zijn verhuisdoos al aan het inpakken op de fractiekamer. Maar hij zat in het tuinhuisje dus. Hij bleek in het tuinhuisje te zitten. Ja, ik was gisteren ook een interview van beide lieden bij Nieuwsuur, waarin de hoofdconclusie door de presentator Jeroen Wollaars ook wel werd getrokken van ja, als u zich niet had vastgeklampt aan de partij van mevrouw Ploemen, dan zat u niet in het tuinhuisje, maar in de treffenzaal. En dat is, die doet wel pijn hoor, want dat is natuurlijk ook zo. Ik vind het een hele rare timing om nu met een soort akkoord met vaagheden en streefdoelen streefgetallen, streefpunten te komen op het moment dat het echte regeerakkoord zeer nabij in de toekomst waarschijnlijk volgende week gepresenteerd gaat worden. Ja. Want als je zegt, het deugt allemaal niet wat deze coalitie van plan is, misschien moeten we dan eerst even wachten waar ze mee komen. En dan kan je daarna erop en erover. Want er zal ongetwijfeld veel op aan te merken. Ja. Nou ja, benieuwd hoe dit verder gaat. Dan gaan we inderdaad naar de formatie. De berichten komen door dat op zeer korte termijn we toch wel witte rook gaan krijgen. Wat ik interessant vind om even met jou te bespreken. Nou ja, eerst even misschien Kaag en Rutte. Want jij schreef in jouw column, het gaat goed met die twee, hè? Ja, dat is aan de onderhandelingstafel echt opgevallen. Dat de kilte die je zag, eigenlijk in het voorjaar, maar ook nog na de zomer. Vooral vanuit Kaag richting Rutte. Denk aan de HJ schoollezing bijvoorbeeld. Dat die toch wel echt, dat die kilte wat is verdwenen. Er zijn een aantal gesprekken geweest, hoor je daarover. Onder andere aan de keukentafel bij Sigrid Kaag. Een oer-Hollandse lunch. Ja. Kaag vroeg aan Rutte, wat wil je lunchen? En hij zegt, nou, doe maar een boterham met kaas. Ach, leuk. Nou, en toen kwamen ze en uiteindelijk toch, ik denk ook een keuze uit pragmatisme geweest, hè, want VVD en D66 moesten ook samen. Mm. Vanwege de kiezer heeft gesproken en er was geen geloofwaardige combinatie denkbaar zonder die twee partijen. Dus hij heeft zich ook in haar lot moeten schikken wat dat betreft. Maar je hoort ook dat van clashes geen sprake meer is. Nee. De vraag is natuurlijk, hoe bestendig is dat op het moment dat we straks klaar zijn met de onderhandelingen en het weer ieder voor zich is in de Tweede Kamer. En ook Kaag, maar ook Rutte natuurlijk aan alle kanten zullen worden aangevallen over wat ze eerst het land in het vooruitzicht hebben gesteld. En dan natuurlijk vooral Kaag met haar nieuwe leiderschap, haar nieuwe koers. Zij zal het dan, denk ik, vanuit bijvoorbeeld Ploemen en Klaver stevig, pittig voor de kiezer kunnen krijgen. En dan moet je kijken in hoeverre de nu gekalmeerde verhoudingen met de VVD goed blijven. Of dat standaard. Dan gaan we van het tuinhuisje naar de boterham met kaas. Nog heel veel naar de bordesfoto. Het is allemaal nog koffiedik kijken natuurlijk. Maar heb jij verrassende namen gehoord van je denkt van nou, die kunnen straks op dat bordes gaan staan? Gevaarlijke vraag natuurlijk dit. Nou, er wordt natuurlijk veel gespeculeerd. Je hoort dat er over Hugo de Jonge een lobby is. Zowel in zijn eigen partij ook, maar ook daarbuiten. Ook nog eens twee kanten op, namelijk hij moet blijven of we moeten afscheid van hem nemen. Het meest waarschijnlijke is denk ik dat hij in het kabinet blijft, maar een andere post krijgt. Je hoort wel dat Mark Rutte heel erg op hem bouwt. En misschien ook wel een prettige bliksemafleider vindt. Ja. Op het moment dat er weer dingen misgaan in het coronabeleid. En dat iedereen dan weer Hugo de Jonge de schuld geeft. Terwijl ze het toch echt eigenlijk wel samen doen, deze crisis. Op het moment dat je Hugo de Jonge daar weghaalt, ja, dan gaat die mensen kijken, ja, maar
Ja. Wie is dan de constante factor dat het misgaat? Ja. Dat is dan Rutte. Dus dat is voor hem natuurlijk wel interessant als de jongen op die post blijft. Alleen ja, bij het CDA denken ze ook van, wij willen toch op een gegeven moment, als Rutte het bijltje erbij neergooit na al die jaren, misschien zelf wel een poging wagen om op rechts de leidende partij te worden. Dan is het lastig als je de hele tijd de klappen voor Rutte aan het opvangen bent. Ja. Dus misschien ook in het partijbelang om bijvoorbeeld de jongen op onderwijs neer te zetten, mocht het CDA dat departement krijgen. Dus dat is iets, een heel interessant spel wat daar speelt. Bovendien, als de jongen mag blijven en Hoekstra blijft ook, dan is de kans dat de rest van de CDA-bewindspersonenploeg onverminderd doorgaat natuurlijk niet zo groot. Want je wil ook wat vernieuwing. Dus dan moet je toch denken bijvoorbeeld ook aan, wat gaat er met Grapperhaus gebeuren? Esther de Lange hoor je, de Europese parlementariër die de hoge ogen gooit in de partij en ook in Europa. Die geldt als een kandidaat, als een getipt politica die het bijvoorbeeld in het CDA-smaldeel ook tot een goed einde zou kunnen brengen. Christiane van der Wal, de VVD-voorzitter, wordt al een hele tijd genoemd, al sinds april eigenlijk, hoog in de partij als een potentieel bewindspersoon. Dat zijn een paar namen. Ze zijn nu nog bezig met het verdelen van de posten. Over de poppetjes denken ze natuurlijk ook wel na, maar dat kan op het laatste moment nog allemaal anders uitpakken. Dus deze week moet daar uiteindelijk wel ook een poppetje bij elke post gevonden worden. En daar zullen ze deze week ook over hebben. Oké, nou, het wordt allemaal op zeer korte termijn vervolgd, denk ik. Wouter, dankjewel.